Buiten is het koud en guur, maar binnen niet. Binnen is het supergezellig, want ik ben hier bij de jaarbeurs bij het Beatrixgebouw. En ik ga naar de opening van Jim. En wat is Jim? Jim is de jaarbeurs Innovation Mile. Een nieuwe coworking space in Utrecht. Ik ben op zoek naar Jim. Jim, op de 6e etage. Dag, ben ik hier bij Jim? Zeker. Ja, wat gezellig. En wat brengt jou bij Jim? Wij zijn leverancier, dus ik kom champagne dames straks. Hartstikke leuk. Ik vind het nu al een geslaagde dag. Alexander, jij komt ook voor Jim. Uiteraard. Ja, uiteraard. Ga je er ook zitten bij Jim? Nou, daar was ik eigenlijk wel nieuwsgierig naar, naar de mogelijkheden. Ik zit in leuke bedrijven, Snapcar, Frank Watching. Dus ik ben gewoon heel nieuwsgierig. Ja, het ziet er gelikt en strak uit. Het ruikt nog een beetje nieuwig, dus daar moet nog een beetje... Er moet nog hard gewerkt en veel gezweet worden. Ja. Ja. We zitten hier pas net 2 weken. Hoe bevalt het? Heel goed. En wat maakt het nou zo tof hier? Ik denk omdat het zo open is en zo flexibel. Je kan gaan en staan waar je wilt hier. Of je nou op je eigen werkplek zit of een stilteruimte opzoekt. Of even lekker een rondje loopt van het uitzicht geniet. Even bij de buren aanklopt. Ja, top. Ik denk dat je hier wel over een tijdje denkt van, zou ik best wel willen zitten. Met wie heb ik het genoegen? Ja, ergens verstopt. Ja, ik ga niet zoeken. Ik ben van Startup Utrecht. Wordt dit nou een hotspot, denk jij, voor startups in Utrecht? Ja, ik denk het wel. Het is een hele fijne, open ruimte. Wat ik ook echt wel merk in gesprekken met scale-ups, en dat ze het heel fijn vinden om samen te zitten en samen ook te kunnen innoveren en van elkaar te kunnen leren op allerlei onderwerpen. En hoe lang bestaat Maan.nl? 23 jaar. Oké, dus dat is geen start-up meer? Nee. Zou je hier gaan zitten? Ik zou het wel overwegen, zeker. Ja, absoluut. Nou, de atmosfeer en de dynamiek die sowieso rond de jaarbeurs hangt. Maar als je dat hier concentreert met alle innovatieve partijen die echt baandoorbrekende innovaties met elkaar gaan bedenken. Ja, als creatief bureau zit je dan wel op de goede plek, lijkt mij. Hey, wat een waanzinnig uitzicht hier bij Jim. Ja, vind ik ook. Ja. Ik sta ervan te genieten als echte Utrechter. Wat brengt jou dan hier bij Jim? Rabobank die participeert ook voor een deel in Jim. En ik ben natuurlijk benieuwd hoe dit eruit ziet en ik wil kennis maken met wat mensen die hier rondlopen. Er lopen in één keer allemaal mensen door je kantoor. Ja, heerlijk toch? Dat wilden we zo graag. Binnen zonder kloppen is helemaal niet erg. Nee, helemaal niet. Super goed bereikbaar natuurlijk vanaf CS en ontzettend inspirerende werkomgeving. Wat willen we nog meer? Kijk, en tussen al dat gekkenhuis rondom die opening zitten hier dus gewoon nog mensen relaxed en rustig te werken in alle stilte. Dag. Nou, werk ze. Nee, zie je, daar horen ze niet eens. Kijk, er komen nog steeds mensen uit de lift en die gaan in de rij staan om hun badge op te halen. Victor, wat brengt jou nou bij Jim bij de opening vandaag? Nou, ik wil eigenlijk kijken of ik hier kan komen werken. Wat cool, want wat doe je, Victor? We hebben Radius, dat is een bedrijf met 15 mensen. We zoeken een nieuwe locatie. Het is 2 voor 4, dus we gaan bijna beginnen. Weet je niet? Ja, dan kan iedereen zo je kantoor binnenlopen zonder te bellen of te kloppen. Toch niet erg, dat is het nieuwe werken, toch? Op Jim. Het is geopend. Wat vinden jullie ervan? Leuk. Heel welkom in Utrecht. Ja. Waarom is het zo welkom in Utrecht? Nou, van Dutchables is het bijvoorbeeld belangrijk dat er veel internationale bedrijven in Utrecht starten en innovatieve bedrijven. En hoe meer creatieve werkplekken er zijn in Utrecht, hoe beter. Proost. Ook Alexander Clubbing is aanwezig. Misschien gaat hij ook wel huren bij Jim. Ik heb helemaal geen idee. Met Blendel lijkt me op zich wel passen. Deze? Het ziet er mooi uit hier. We zijn met ons bedrijf behoorlijk aan het schalen. Dat betekent dat we uit ons huidige jasje groeien. Dit is inderdaad een reële optie om naar te kijken. Ik ben van P&O Consultants en wij regelen financieringsoplossingen voor innovatieve bedrijven. En daarom ben ik hier. Is dit dan een plek die je de komende tijd een beetje in de gaten gaat houden? Wij gaan deze plek heel goed in de gaten houden. Ja. Ik denk dat wij hier regelmatig rond gaan lopen. Misschien gaan wij hier wel zitten. Misschien? Ja... Proost. Wat maakt nou dat Snapcar kiest voor een plek als Jim? Nou, ik vind het wel gaaf dat het zo'n open ruimte is met allemaal mensen die... Dus dat het niet alleen maar je eigen bedrijf is, maar dat die hele combinatie van allemaal verschillende bedrijven die allemaal andere dingen doen. Dat je gewoon, als je eventjes rondloopt, gelijk allemaal mensen kunt spreken die iets heel anders aan het doen zijn. Dat is gewoon wel super interessant. Ja. Dat je niet alleen maar... Nog meer nerds hebt die autodeelplatformen aan het bouwen zijn. De Snapcar is eigenlijk Airbnb voor auto's. Waarom heeft Utrecht een gym nodig?
Nou, Utrecht is een stad ontzettend in ontwikkeling. We zijn de snelst groeiende stad van Nederland. De economie gaat ook heel goed in Utrecht. Maar je ziet dat de economie steeds meer draait op innovatieve, vernieuwende bedrijven. En wat we zien is dat daar plekken voor nodig zijn waar die innovatieve bedrijven kunnen ondernemen, maar ook elkaar kunnen ontmoeten en elkaar kunnen ondersteunen in het verder komen. En de gym, de Jabus Innovation Mile, is zo'n plek in het hartje van de stad, vlakbij het station, waar de bedrijven samen kunnen komen. Dus prachtig voor de stad. Kijk, en de eerste contacten worden hier gewoon alweer opgedaan en er wordt gewoon druk vergaderd met een glas champagne erbij. Dat kan allemaal hier bij Jim. Ik geloof heel erg in dit soort concepten. En ik wil Bart Molmans en Elisabeth Matos complimenten geven en feliciteren met wat ze hier bereikt hebben. Dit is wel de toekomst van innovatie. Dat je plekken weet te creëren waarin start-ups, scale-ups en corporates met elkaar op zoek gaan naar nieuwe businessmodellen. En dit is een mooie start van een nieuwe toekomst van het Beatrice gebouw. Ik kom heel graag hier programma's draaien, dat kan ik hier wel toezeggen. Oh, macarons! Oh. En ik sta te popelen om hier te gaan zitten en om met al die toffe zakenmensen en innovators te gaan praten. En liefst ook zoveel mogelijk buitenlandse bedrijven hier naartoe te halen om kennis van het buitenland en kennis uit Utrecht en heel Nederland te gaan kruisbestuiven, te delen en daardoor nog veel meer nieuwe dingen te gaan leren. Top, bedankt. Hey, zal ik hem elke dag dragen als ik hier naartoe kom? Waar denk je nou dat Jim over een jaar staat? Dan zou ik zeggen dat iedereen bij Jim wil horen, omdat wij een gevestigde orde zijn voor innovaties, voor scale-up, voor start-ups, voor labs, voor hubs. Maakt niet uit. Dat zou ik niet willen. Wachtlijst. Ja, het liefst wel. Maar waarom kiest nou een bedrijf als Graveler voor een kantooromgeving als Jim? We kunnen dus ook samen met andere bedrijven die hier zitten samenwerken. Dus wij werken altijd samen met andere bedrijven. En daardoor kunnen wij als bedrijf uiteindelijk veel beter gaan functioneren. En we hoeven ons niet zorgen te maken over, hebben wij een ruimte om onze klanten te ontvangen? Hoe doen we dit met de uitbreiding? Het is gewoon even een belletje naar de jaarbeurs en het wordt geregeld. Kijk, dit zijn allemaal mensen die bij de opening van Jim zijn geweest. Wat vinden jullie ervan? Heel erg mooi. Ik vind het echt heel mooi geworden. Wat vind je er zo mooi aan? Nou, het is gewoon veel inspiratie, een hele prettige sfeer. Dus ik zou hier wel graag willen zitten. En we hebben nu een ticket hè, om hier een dag te zitten. Dus daar gaan we ook zeker gebruik van maken om zelf te proeven hoe het is om hier te zitten. Cijfer? Nou, zeker wel een 8,5. Zeker een 8, ruim 8. Er moet altijd iets te verbeteren zijn. Er moet altijd iets te verbeteren zijn. En aan al het goede komt een eind, zo ook aan deze avond, middag, was het middagavond bij Jim. De opening van Jim, dit nieuwe coworking space, kantoor, open kantoortuin. Ja, hoe moet je het nou eigenlijk noemen? Ik ben er nog niet helemaal over uit hoe ik het moet noemen. Maar het is in elk geval een hele toffe plek. Hartje Utrecht. Eigenlijk op het Centraal Station. Alles open. Geen muurtjes. Wel stilteplekken. Wel vergaderruimtes. Lockers om je spullen in op te bergen hierachter. Ik vind het een hele toffe plek. En deze meneer? Deze meneer is ook erg enthousiast. Indrukwekkend zo snel als de jaarbeurs die het voor elkaar heeft gekregen. Hebbes. Zo, ik heb de jas weer terug. Ik heb de tas weer op de rug. Ja, ze zijn los bij Jim. De nieuwe innovation hub voor start-ups en scale-ups in Utrecht.